We zijn hier dan aangekomen op de hondenopvang van Peter en Patrice. Dat is makkelijk, Peter en Patrice. Leuk dat we hier zijn. Nou, zoals je kunt zien, hebben we toch een kerstgedachte voor de honden die hier in grote getale hier aanwezig zijn, opgevangen worden door Peter en Patrice. Wat fantastisch werk is. En ik kom nou zelf een jaar of 10 op Bonaire, maar ik zie wel dat het aantal zwerfhonden aanzienlijk is afgenomen op Bonaire. Ja, en dat de honden die hier zijn, voor zover ik dat kan bekijken, die zien er allemaal heel goed, zien ze eruit, wel doorvoed, met een glanzende huid. Dus wat willen de beesten die hier vrij kunnen rondlopen, wat willen ze nog meer? Een gouden mandje. Ja, nou, en volgend jaar als ik dan weer op het eiland kom, ik kom meestal in november, dan misschien dat we dan weer terug kunnen komen. Hè, weer met een donatie voor de beestjes. Het is dit jaar heel goed gegaan met Kakelvers. We hebben behoorlijk wat donaties gekregen, vooral ook naamsbekendheid. Er is bijna niemand meer op het eiland die niet wel ooit eens een keer van ons gehoord heeft en weet wat we doen. En dat is natuurlijk heel mooi, maar dat maakt ook dat we veel gebeld worden met: kan je mijn hond opnemen? Kan je mijn kat helpen? Kan je? En dat kunnen we niet altijd, want het is vol. Het is heel vol. Dus we zeggen wel, misschien kunnen we beter op locatie voeren in samenwerking met andere dierenorganisaties. Want we kunnen gewoon niet alles opnemen. Het kan gewoon niet. Het is gewoon niet meer verantwoord. Want dan krijg je ziektes en vechtpartijen. En dat gaat gewoon niet. Ik heb nu rondom de 100 honden en 40 katten. Zo lief dat mensen de moeite nemen om naar de winkel te gaan, spullen te kopen, erover na te denken. We moeten voor de honden, we moeten voor de katten. En oh, maar dat is lekker en dat hebben ze nodig. En het is gewoon heel bijzonder. Het is echt heel bijzonder. Als er van tevoren goed over nagedacht is en er is gewacht met het aanschaffen van een huisdier tot een verjaardag of de feestdagen, dan is het prima. Maar kom niet met: ik wil een pup voor mijn kind voor de kerst. Daar doe ik niet aan mee. Je moet wel weten dat je er voor 10, 15 jaar aan vast zit. En ja, het is geen fietsje wat na 2 jaar te klein geworden is en wat je dan dus weg kan gooien of iets. Het is een levend beest. We hebben afgelopen jaar ongeveer 120 dieren uitgeadopteerd. Dus dat komt neer op 10 per maand. En dat is dan 3,333 zo per week, hè? Als je dat zo mag berekenen. Het is heel wisselend. Soms staan we op de luchthaven met 2, 3 honden. Soms 3 kleine pupjes in een kennel die dan tegelijkertijd wegvliegen. Soms stuk voor stuk. Maar we zijn ook in Nederland behoorlijk bekend. We hebben ook een eigen stichting in Nederland, FKK Animal Rescue Nederland. Die doen heel veel voor ons. Die hebben heel veel contacten met aspirant-adoptanten. En ook na een adoptie blijft daar contact mee. Die zoeken daar ook naar sponsors en die zijn heel druk. Dames zijn echt heel druk. Nou, mijn liefde voor de dieren heb ik sowieso echt al vanaf jongs af aan. Ik heb altijd huisdieren gehad, heel mijn leven lang. En dat heb ik echt van mijn vader. En ik ben nu 3 jaar Bonaire en ik werkte bij Coco. En daar komen ook altijd de brekers en die doen dit dan als vrijwilligerswerk. En toen ben ik meegegaan en sindsdien ben ik hier elke week gekomen. En het was eigenlijk gelijk de eerste keer dat ik hier kwam van, dit wordt echt mijn plekje. Dus dat is het nu een jaar later nog steeds. Dus de ene week moet ik iets vaker werken 's ochtends, dus dan lukt het iets minder. En dan kom ik soms 's avonds eventjes langs, even een gezellig bakkie doen. En als ik vrij ben eigenlijk altijd 's ochtends. Het is heel heftig natuurlijk en er zijn ook echt wel minder leuke dingen die we meemaken. Maar over het algemeen, ik word heel gelukkig ervan. En het is voor mij ook echt een rust om hier te komen. Een wens? Ik zou het liefst natuurlijk als ik naar Nederland ga een hondje willen meenemen. Nee, er zitten daar wat puppies. Daar zitten echt er zitten echt een paar liefjes tussen. Mijn vader komt hier in februari, dus dan gaan we even kijken. Maar ik heb zoiets van: tegen die tijd zijn er weer zoveel nieuwe hondjes. Dus elke week is er wel een hondje waarvan ik denk, eigenlijk wil ik die meenemen. En dat verandert iedere seconde.
En ik heb hier een hondje, die ligt daar, Risa. Die heb ik met mijn moeder op afstand geadopteerd. Dus die is nooit, zal nooit voor adoptie beschikbaar zijn. Maar ja, zo kunnen we toch een bijdrage leveren. Omdat mijn moeder, ja, die vindt het heel mooi, maar die kan geen honden nemen thuis. Dus ja, dan hebben we dit als oplossing. Oh, we wensen iedereen heel veel liefde en warmte en gezelligheid en gezondheid vooral. Maar zorg ook goed voor de beestjes. Zorg goed voor elkaar en zorg ook goed voor de beestjes. En er staat in de banner staat ons Banco di Caribe rekeningnummer, maar er staat ook ons ING-nummer in Nederland. En we hebben tegenwoordig een AMBI-nummer. En dan, ik weet niet precies hoe het werkt, maar dan is het ook nog wel weer aftrekbaar voor de belasting. Maar dat mensen die zoveel geld willen geven, dat interessant wordt, die weten wel hoe dat werkt.